Goedemorgen. Nou, het is vandaag vrijdag 26 maart. 26? Ja. En ik werd wakker vanwege een pakketje. En dat maakt me blij. Want die had ik nog niet verwacht, want dit is mijn wafeltang. Wafelkrultang. Ik heb het eigenlijk niet precies dezelfde besteld als de kapster. Want daar kwam nog 20 euro invoerkosten bij. En toen dacht ik, nou dan ga ik gewoon een andere zoeken. En deze kreeg goede reviews op bol.com. Dus ik heb er vertrouwen in. Ik ga het straks proberen, maar ik moet sowieso mijn haar wassen vandaag. Maar ik heb over een half uurtje natuurlijk zangles. Dus ik ga me nu eerst even klaarmaken. Maar ik ben echt blij. En het was super goede timing, want mijn wekker was al afgegaan. Maar ik was alleen nog niet uit bed. Dus nu, ja, dacht ik, oké, top. Maar hij zou eigenlijk pas volgende week komen. Dus het is echt wel vet snel. Nou ja, genoeg. Wat ga ik aantrekken? Even nadenken hoor. Wat voor weer is het vandaag? Mijn huid is zo slecht momenteel. En ik weet dat het er gewoon bij hoort. En dat het ook gewoon normaal is. Maar het is wel echt heftig dit keer. Normaal heb ik er één of twee. Maar nu, ik had er zelfs eentje bij mijn oog. Nou ja, het is al beter dan gisteren, zie ik. Dus tos, we gaan de goede kant op. Ik ben er klaar voor. Ik heb een soort van lentekleurtjes gekozen. Maar wel een vestje, want anders wordt het wel koud. En deze broek moet ik echt nog even stomen. Maar dat doe ik dan straks even, na zangles. Want dit ziet zij toch niet. Maar zo kan ik niet naar buiten. En ik wilde graag kettingen omdoen. Maar zoals je ziet, is het even geen optie. Waar dat nou weer vandaan komt uit het niets. Nou ja, in ieder geval. Ik weet het niet meer. Ik wil nog niet zeggen, maar ik ben het kwijt. Ik vind het wel heel schattig. Laptopje staat al klaar. Flesje water staat al klaar. Het is volgens mij nog een paar minuutjes voordat het begint. When I was out with my brother. Ik hou hem gewoon waar hij is. Ja, dus je vibrator klopt. Alleen dan nu brother. Dus je moet brother. Je moet daar een soort U gaan. Brother. When I was out with my brother. Ja, dat is het. Ja. En dan nemen we nu meer de tijd ervoor. Maar dan moet het ietsje sneller gaan. Ja. Ik heb gelijk mijn haar gewassen, want ik kan niet wachten om die tang te gebruiken. Ik moet natuurlijk wel op droge haar, anders verbrand ik het. Maar het was echt een fijne les. Ik merkte dat ik het fijn vond dat, ondanks dat ik in case echt nog niet zat ben, want het nummer is fantastisch. Maar dat ik echt het idee had van, ik zit even aan mijn plafond. Ik zit een beetje vast in oude angst. En misschien dat als ik er over 3 maanden op terugkom, dat ik denk van ja, nu heb ik hem. Maar voor nu, en dit nummer, I'm a Blonde, daar hebben jullie als het goed is een stukje van gehoord. Als ik dat in de edit ook echt gedaan heb, maar dat denk ik wel. Dit is gewoon lekker anders. En daar was ik echt aan toe. Dus dat was genieten. Ik heb weer genoeg opdrachtjes meegekregen voor volgende week. Ik heb dus beloofd dat ik mijn vader ga helpen vanmiddag. Die heeft een hele grote bestelling met een chocoladebedrijfje. Dus aan het einde van de middag ga ik die kant op. Dat betekent wel dat ik 1 moet niezen. Dat ik eigenlijk geen tijd heb om mijn haar te krullen. Jawel, heb ik wel. Ik vind dat ik dat heb. Maar ik moet een paar mailtjes echt versturen vandaag. Ik moet de video van morgen, moet nog een thumbnail en die moet nog een beschrijving. En
Ik heb morgen weer business coach afspraak. En ik, in principe loop ik helemaal bij. Maar ja, ik loop altijd alles nog één keer na van, hè, wat heb ik precies ingevuld? Ontbreekt er nog iets? En dat moet ik ook doen. En dat doe ik het liefst voordat ik daarheen ga. Al is het natuurlijk nog steeds aan de klok. Dus ben ik in principe om 9 uur weer thuis. Dan kan ik ook nog het een en ander doen. Maar ik denk dat ik dan niet lekker zit. Dus, maar ik wil wel mijn haar krullen. Ik ben gewoon zo nieuwsgierig. Ik hoop dat het net zo mooi wordt. Anders dan mag dat trouwens. Zal ik me afvragen. Stel maar dat ik hem gebruik. Hè? En ik denk van, nou, dit is echt totaal niet wat ik ervan verwacht. Of het werkt niet. Mag je het dan terugsturen? Want je hebt hem al gebruikt. Ik zag wel op de website staan. Of tenminste, het was gewoon bol.com. Ze hadden geen eigen website. Daar heb ik nog naar gezocht. BB, hoe heette het? BB. BB Business. Dat ze voor 100% goed gaan. En als het niet goed is, ja, dan mag het dus ook als het gebruikt is. Maar nou ja, in ieder geval. Ik ga hem openmaken. Ik ga gewoon mijn haar even feunen. Of ik ga het nu aan de lucht laten drogen. En dan gewoon aan het werk. En als het droog is, ga ik het krullen. Kijk, hij is roze. Oh my god, I love it. Het ziet er wel gewoon goed uit. Er zit ook een handschoentje bij. Dat je zeg maar niet je fikken brandt. Leuk. Nou, ik, ja, goed idee. Ik ga nu gewoon eerst aan de slag. Dan kan mijn haar drogen terwijl ik bezig ben. Dan hoef ik het niet en te feunen en te krullen. Huppatee. Kijk even hoe goed mijn vent eruit ziet. Nou, ook echt gewoon weglopen. Mijn haar gaat richting droog hoor. En het goede nieuws is, de thumbnail is gemaakt. Hij staat ingepland. De maandag video in de upload. Can you look how good he looks, huh? Teach me how to do. Good luck. Love you. Dit geeft wel ook... Hallo? Dit zorgt er wel voor dat ik nu nog harder kan werken. Want hij bleef natuurlijk wel de hele tijd om me heen cirkelen en met de katten spelen. Dus nu ga ik nog heel eventjes even kijken. Oh, hoe lang heb ik nog? Oh, 2 uur. Nog 2 uur knallen. Oh nee, want ik wil ook mijn haar nog verven, wilde ik zeggen. Ben ik daar 1/2 uur mee bezig? Misschien als ik dat gewoon... Is het echt al... Nee, nog niet helemaal. Ik ga nog 1/2 uurtje door. En dan ga ik daarna doen. Want ik weet niet hoe lang het gaat duren. Maar ik ben in principe al helemaal content, joh. Ik heb het echt al goed gedaan. In de afgelopen 2 uur dus. Ik heb trouwens goed nieuws in mijn plantenfamilie. En ik dacht dat ik dit nooit zou gaan zeggen. Want ik heb echt met de makeover nog getwijfeld om hem toch weer weg te gooien. Maar het moment is daar. Hij krijgt eindelijk nieuwe blaadjes. En 3 stuks ook gewoon. Dus ja, ik ben blij dat ik hem toch nog een kans heb gegeven. Er zit wel heel veel stof op, of lijkt dat zo? Is het gewoon dof van zichzelf? Ja, volgens mij wel. Nou ja, in ieder geval. En hij heeft een plantenvriendje gekregen, dus dat is ook fijn. Ook fijn is dat deze bijna leeg is. Op 1 na. Dus dat ik eindelijk gewoon niet gek kan worden van de marshmallows. Ik kan dit niet weerstaan. Ik wil die hele zak in één keer opvreten. En ik heb het niet gedaan. Maar ik heb wel gestruggeld. Iedere dag, iedere seconde dacht ik, oh Sophie, marshmallow, neem een marshmallow. Lekker marshmallow. Oké, ik ben er klaar voor. Au, oh, dat deed gewoon zeer. Ondanks land. Ik had natuurlijk eigenlijk al een soort van unboxed, een klein beetje. Maar nu gaan we het echt doen. Handschoentje. En mijn roze vriendin. Ik heb het gevoel dat ik er een naam wil geven, maar misschien gaat dat te ver. Ja, dit is echt top. Dit is top. Het ziet er echt goed uit. Er zijn dus, als het goed is, 2 standen. Laat ik even de achterkant erbij pakken. Je kunt kiezen tussen... Oh nee, je kunt van 80 tot 210 graden reguleren. En verder is het allemaal dat materiaal dat goed is, weet je wel. Keramisch voorkomt haarbeschadiging en ionisch voor glanzend haar. Warmt binnen 60 seconden op tot 210 graden. Nou, ik ga geen 210 doen, denk ik. Volgens mij had zij 180 bij mij. Dus dat ga ik dan nu ook maar doen. En ik heb na het douchen de Hero Wonder Spray. Die is van... Salon B. Die heb ik toen van haar gekregen. En die heeft zij daar ook in gespoten. Dus ik weet dat dat goede shit is. Maar ik weet verder niet waar dat te koop is. Maar ja, in principe natuurlijk iedere haarbeschermer is gewoon prima. En hier zit ook gelijk een soort van... dat het langer blijft zitten in.
Wat een slecht verhaal. Je hoort wel weer hoe erg noob ik ben. Komt helemaal niet met echte termen op te proppen. Er zitten ook gewoon 3 dubbele laag ijzerdraadjes omheen. Nou, in principe. Hoe lang is het snoer? Lang genoeg. Niet heel lang, maar deze draait wel mee. Dus dat is top, want dat is in ieder geval handig. 180 graden. Wow, hij gaat echt super snel. Wacht. Ik was het inzoomen om te laten zien, maar hij stelt het niet scherp. 198, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108. Het gaat sneller dan dat ik het mee kan tellen. Het enige nadeel is dat ik hem dus nu nergens neer kan leggen. Nee, 180. Wat moet ik nou? Want ik wilde mijn haar nog even half opsteken. Oh, dit is onhandig. Kan ik hem aan de deur gaan? Dit werkt. Oké, hij is warm. Ik heb dus eventjes gewoon niet goed opgelet hoe groot de plukken waren die zij pakte. Dus dat is even onhandig. Maar ik denk beter te groot dan te klein. Ik vind het scary. Ik vind het gewoon een beetje scary. Wacht even. Er zit niet voor niets een handschoen bij natuurlijk. Maar nee hoor. Sophie, die doet het wel weer zonder. Oké. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zes, zeven, acht, negen, tien. Oké. Het is wel een golfje. Maar om nou te zeggen dat hij al perfect is. Nee, we gaan door. Oké, deze kant is al beter. Ik heb hem nog 10 graadjes hoger gezet. Dus hij staat nu op 190. En ik ben erachter dat je zeg maar het beste dit kan doen. Dus zeg maar de losse clips aan de onderkant. Dit. Dan, en zie je beter wat je vastpakt. En is de golf mooier. Heb ik het idee. Deze is denk ik niet meer te redden. Maar ik ga gewoon even verder mijn hele haar doen. Maar deze kant denk ik wel van ja. Ja, ja, dit is wat we willen. Tadaa! Ik vind het voor de eerste keer helemaal niet gek. Ik denk dat je er echt steeds meer handigheid in krijgt. Soms loop je echt een beetje te kutten met sommige plukjes. Ik heb de achterkant nog niet gezien, dus dat ga ik zo terugkijken. En ik merk dat je op zich wel, zeg maar, oké plukken kunt pakken. Je hoeft niet hele dunne plukjes. Maar als er eenmaal in zit, zoals hier, die voorste die niet goed lukte, die heb ik nog een keer overgeprobeerd. Dat pakt dan niet meer. Dus je moet het eigenlijk wel in één keer goed doen. En je moet ook even kijken, omdat je hem natuurlijk in 2 keer pakt, dat je de golf natuurlijk laat lopen. Want als je hem nog in die vorige golf zet, dan krijg je een rare knik. Ik hoop dat ik het een beetje goed uitgelegd heb. Het is natuurlijk weer op schoon haar. En zij gaf aan dat ik het beter op... Dag 2 of 3 haar kan doen. Maar ik was ongeduldig. En ik vind het wel een super mooi resultaat. Laten we hopen dat de achterkant ook mooi is. Want die heb ik natuurlijk nog niet gezien. En dan ben ik benieuwd hoe lang het blijft zitten. Dus mocht je het interessant vinden of ook willen kopen. Het linkje staat in de beschrijving. Hij werkt super wat dat betreft. Ik zou wel het handschoentje erbij aandoen. Dat is net even iets makkelijker. En wat ik soms wel had. Is dat ik op de uitknop drukte. Want die zit zeg maar hieronder. En dat dan als ik deze losliet, dat ik hier opschoot. Maar dat is ook gewoon een handigheidje. En even bewust zijn dat hij daar zit. Dus dat je dat niet moet doen. Verder vind ik het top ding. Dus ik ben echt, echt happy. Ik kom er zojuist ook nog achter dat er ook gewoon een standaard op zit. Dat had ik net iets eerder moeten weten. Maar dat is wel top. Dus hij was €20.
Ik zit naar mijn nieuwe oogpotlood te kijken. Kijk ik goed? Staat er gewoon keihard brow. Brow diviner. Het is dus helemaal geen oogpotlood. Het is gewoon voor je wenkbrauwen. Hij werkt top, daar niet van. Dus maakt daar eigenlijk geen verschil. Ik liep serieus al op mijn sloffen buiten. Ah, dit kan toch niet? Oké. In de auto. Ik heb correctiejas aan, want deze jas is gewoon gold. Die is zo lekker. Ik wil mezelf stiekem krabben. Maar ik doe het niet. Ik heb een blauwe brief. Ga ik hem nu openmaken? Misschien niet. Ik heb ook nog die piercing die ik had met dat sterretje, die ik kwijt was, opnieuw besteld. Maar dan ook met een korter staafje. Komt de auto naast me. Oh, een batterij is leeg. Nou mooi, ik kom nog even terug om de batterij te halen. We staan nog voor het huis. Dit keer, wow, daar zie je echt helemaal niks van. Korter staafje. Hier sliep ik lekker op, want deze heeft zo'n balletje aan de achterkant. Nou, daar zie je volgens mij echt helemaal niks van momenteel. Nu wel. En die voel ik. Dus vind ik niet lekker met slapen. Dus als ik er klaar mee ben, dan kan ik weer wisselen. Oké, jongens, ik ben echt een beetje trots op mezelf. Mijn hart gaat echt een keer. Gisteren was ik aan het oefenen voor zangles. En oké, het moet soms best wel luid en best wel hard. Maar er werd dus tot drie keer toe aangebeld. En dan stond er niemand voor de deur. En de eerste keer was het gewoon één keer. De tweede keer was het like en de derde keer was het En als ik dan de deur open stond, dan was er niemand. Dus ik denk dat ze dan beneden bij de voordeur aanbellen. En toen dacht ik, ja, het zal wel gaan om het zingen, dacht ik, weet je wel. Maar het was 7 uur 's avonds. Ik heb van 7 tot 8 gezongen. Ja, misschien zelfs iets korter, want nadat het werd aangebeld, ja, elke keer voel je je toch een beetje, nou ja, dat je denkt, oké, het is toch gewoon normale tijd, moet toch gewoon kunnen. Dus ik had nog naar Goed 3 geappt. Ik zeg, ik vind het een beetje lastig, want ik ben gewoon aan het zingen, maar ze bellen elke keer aan en dan staat er niemand. En ik denk dat het komt omdat het te hard is. Terwijl de muziek staat gewoon zachtjes, hè, want het is een karaokeband en ik zing daar gewoon weer mee. Maar ik bedoel, ik hoor de onderbuurman ook, dus ik kan begrijpen als hij mij dan ook hoort. En nu net loop ik dus naar boven om de batterij te pakken en ik loop weer naar beneden. En de onderbuurman doet de deur open en die zegt, buurvrouw, maakt u wel eens muziek? Dus mijn hart gaat gelijk de keer, want ik weet gelijk waar het over gaat natuurlijk. Ik zeg ja. Ik zeg ja, daar heb ik heel erg last van, dus te hard. Dus ik zeg, luister, het is een normale tijd. Ik zeg, ik maak niet keiharde muziek. Ik zing alleen en ik begrijp dat je dat hoort. Maar ik hoop dat jij je ook realiseert hoe vaak ik jou hoor. Ik denk, ja, nou ga ik het ook gewoon zeggen ook. Maar gewoon op een normale manier. Ik zeg, want midden in de nacht ben jij heel vaak aan het praten en het kletsen. En dat hoor ik gewoon en daar lig ik dan wakker van. Ik zeg, en ik persoonlijk vind dat erger dan gewoon overdag wanneer mensen lawaai mogen maken. En toen zei hij, oké, ik begrijp het. En toen deed hij de deur dicht. Dus ja, dit is überhaupt de eerste keer dat ik iets tegen hem gezegd heb over dat hij lawaai maakt. Gewoon omdat ik ook dacht, hallo, ik heb al de 4,5 jaar dat ik hier woon, geaccepteerd dat jij fucking veel herrie maakt. Dat ik regelmatig wakker van jou lig. En nu ben ik één keer iets wat hard aan het zingen. En dan ga je 3 keer bij mij aanbellen zonder ook het gesprek met mij aan te gaan. Ik bedoel, als je gewoon aan had gebeld en je had gezegd van, ik hoor je die muziek heel hard staat. Ik vind dat vervelend. Had gezegd, dat is niet de muziek, maar ik ben aan het zingen. Ik zeg, ja, ik ben aan het oefenen voor zangles. Zeg maar, geef me een half uurtje, dan ben ik klaar, weet je. Dan hadden we gewoon een normaal gesprek kunnen voeren. Maar ja, nu uiteindelijk heeft hij dat dan alsnog geprobeerd. Maar ik vind dat ik het goed heb gedaan van mezelf. En ja, het was wel scary. Maar weet je wat ik dan ook zo gek vind? Ik ben aan het overstinken nu hoor. En ik neem jullie er even in mee. Ik doe dit toch iedere week? En ik bedoel, het vorige lied was er ook niet even eentje die ik zachtjes deed. Die van Aladdin. Hoe heette die nou ook alweer? Dat ik nou die naam kwijt ben. Dat ik denk, en door de week is ook veel vaker. Ik zing eigenlijk iedere dag minimaal 1 keer het nummer. En vaak 2 of 3 keer. Dat ik denk, waarom was het dan nu ineens een probleem? Of is dit de afgelopen week al een probleem? Nou, ik heb ondertussen al bijna 1 jaar zangles. Dan ga je toch niet na 1 jaar zeggen van, je zingt te hard.
zou die gewoon slecht in zijn vel zitten of zo. Het was echt niet zo hard. Ik bedoel, jullie horen mij constant zingen, ook met zangles en zo. Het is niet alsof ik echt sta te gillen en te schreeuwen. Ik maak me gewoon verdrietig, omdat ik weet dat ik me nu constant opgelaten ga voelen als ik ga zingen. Dat ik constant denk van, is het te hard? Heeft hij er last van? Ik moet daar scheid aan hebben. Het is een doodnormale tijd. Ik zou natuurlijk het ook kunnen proberen om het dan 's middags te doen. In een uurtje of twee of drie. In plaats van zeven. Misschien dat dat dan beter is. Maar ik wil me niet opgelaten voelen. Ik wil gewoon kunnen zingen in mijn eigen huis. En ik moet nou eenmaal veel oefenen. Ik hoef me daar toch niet schuldig over te voelen. Paaseieren. 90 doosjes paaseieren hebben wij gevuld. Kijk dan. Nou, wat heb je dat leuk, mama. Ja, dat is toch schattig. Heel schattig. Je zou de tafel een keer moeten opschuren weer. Ja, nodig, hè? Ja, eigenlijk wel. Maar wel heel schattig stilleven. En weet je wat ik ook een heel leuk stilleven vind? Deze bonbonnière hier. En je vinglo. Heel leuk stilleven. Gekregen. Ja, had ik gekocht. Had ik zelf willen hebben. Mijn koek filmen. Jouw koek filmen. En dan moet je zeggen dat het adres op Elmion's Kitchen staat. Ah, dit is de gezonde... recept. Gezonde koek, toch? Ja, de gezonde koek. Zonder suiker. Zonder suiker. Ik heb hem op en ik weet dat hij heel lekker is. Zelfs met een klein beetje kokos dat erop zit, want ik hou niet eens van kokos. Proost, maar dat hoef je er ook niet op te doen als je niet wilt. Kijk daar, poesje. Poesje. Kijk jongens, het is niet dat ik het wilde, maar mijn moeder zei dat ik na het helpen wel McDonald's had verdiend. Dus ja, ik heb me daar gewoon aan overgegeven en ik heb gewoon gezegd, nou, doe mij maar een Big Mac menu dan. Big Mac menu? Nam 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 nam. Ja, ik heb er wel drie. Drie? Drie. Oh. Dames en heren. Ik doe het wel zonder. Wij gaan hupsen. Hoe doen we dat? Moet ik mijn schoenen uit of aan? Schoenen mag wel aan. Maar ik heb slippers en dat is niet handig. Oké. Stevig stappen. Ja, maar we zijn nog niet begonnen. Nou, zo begint het. Waarom noem je het hupsen dan? Dat zegt papa altijd. Hupsen. Of jumpen, zegt hij ook wel eens. Ik kon het wel zo dicht bij elkaar. Nou, maar niet zo. Ik ga wel een beetje hier staan. Oké, okay, ja, je moet even verspringen, want je moet soms ook iets in doen. Oké. Okay. Zijstapsprong, hè. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik ben thuis en mijn vader had een klein probleempje met de houtkachel. En toen ik zeg, pap, er komt allemaal rook van achter de deur vandaan. Is dat normaal? Hij zegt, oh nee. En toen deed hij hem open en toen stond de hele, niet een beetje, maar echt de hele, hele woonkamer blank. Dus gelijk al de deuren naar buiten open. Maar je raadt het al, ik stink echt ontzettend naar rook. En dat is echt een van de dingen waar je niet tegen kan. En ik zeg ook echt tegen vader, nee, ik heb net mijn haar gewassen. First world problems. Oh, maar ja, ik baal er wel een beetje van. Mijn haar stinkt ook. Dus ik zit echt dat ik denk, oké, ga ik het dan bijvoorbeeld wel nat maken, maar geen shampoo erin doen. Dan gaat de geur er nog niet uit. Toen dacht ik, misschien als ik het gewoon föhn, dat ik de geur eruit föhn. Mijn kleren stinken in ieder geval ook allemaal. Dus dat moet ik allemaal gewoon hopsa de wasmand in. Hoe ga ik dit nou oplossen? Ik ga denk ik toch het föhnen proberen. En als ik dan morgenochtend wakker word en echt denk, dan was ik het gewoon weer. Blame it on my father, zeg ik dan gewoon. Ja toch? Wat zo echt. Föhnen. Zal ik het föhnen voor het douchen dan? Of na het douchen? Ik denk dat föhnen niet eens gaat werken. En ik was zo mooi. En het slagje zat er echt nog in. Ook echt wel schattig dat ik dacht, ja, ik ben benieuwd hoe het morgen zit en ik ben zo blij met mijn nieuwe wafeltangetje. Nou ja, weet je, als dit het ergste is en dan kan ik het morgen eventueel gewoon weer gebruiken en dan oefening maar kunst. Of ik wacht dan gewoon even, want om dan gelijk weer die hittetang erin te hangen is natuurlijk ook zo wat. Maar het was wel super gezellig. Klein stukje van de finale van The Voice gekeken, maar toen moest ik gaan, want ja, avondklok.
En goed, Riek is iets op aan de tv aan het kijken. En ik wilde toch gelijk douchen, want ik rook in de auto al dat ik stonk. Dus ik dacht, nou, laat maar. Ik zie wel wie er gewonnen heeft. Ik vind het eigenlijk vanaf de live shows niet meer zo interessant, moet ik eerlijk zeggen. Haak ik vaak af. Ik heb het even op de hoogste koude stand gefeund. En nog wat van die spray erin gedaan, want die ruikt super lekker. En daarna ook nog gewoon mijn luchtje. En nu ruik ik alleen maar lekker. Dus ik hoop dat dat morgenochtend nog zo is. Ik ga gewoon gelijk mijn nachtcreme en alles wat doen. Hoe laat is het? 9:05. Ik zie eruit alsof ik naar bed ga. Deze kat heeft echt serieus 10 minuten geleden eten gehad van Rodrigo. En nu denkt hij dat hij mij voor de gek kan houden. Bij iedere stap die ik neem, mouwt hij. Want hij denkt echt, jij gaat mij vergeten. En als ik hard genoeg... Liefie, je hebt net eten gehad. Je bent een grote acteur, dat ben je. Daar speel ik niet aan mee. Je hebt net brokjes gehad, het is goed met je. Ja, en hier is er ook eentje op mijn slaapkamer. Daar heb ik helemaal geen poes nodig. Eerlijk, je wil niet weten hoe vaak wij aan elkaar twijfelen en hoe vaak zij dubbel eten krijgen. Omdat deze echt acteur eerste klas is. Die miauwt echt zo gigantisch hard. En dan denk je, ja, dan, ja, ze is het gewoon vergeten. Vooral haar, ik denk dat vaak, want ik doe natuurlijk 's ochtends. En als ik dan 's ochtends weg ben, dan denkt hij, ja, ze is het vergeten. Weet je wel, omdat ik dan naar Birdie ga, weet ik veel. En dan gaat deze gewoon net zo lang mouwen totdat hij erin trapt. En dan heeft hij 2 keer eten. Acteurtje. Je verdient een Oscar, hoor. Oh, dit is echt niet goed gelukt. Ik ga lekker slapen. Rodrigo komt eraan, die staat onder de douche. En morgen heb ik een self-care dagje met uitslapen. Ik ga wel gezellig filmen, maar ik heb er echt onwijs zin in. Dus can't wait.